terug. Ik werd helemaal gek, want ik werd vannacht om iets voor drieën wakker. En een gigantische explosie. En het eerste waar je natuurlijk aan denkt in deze tijden is een aanslag. Maar het bizarre was dat ik ben boven op mijn dakterras gaan kijken. Ik heb gewacht tot ik sirenes hoorde, ambulance. Helemaal niks. Dus ik heb een kwartier lang rechtop gezeten, in huis gelopen. Gekeken of ik dacht ineens ik heb gedroomd. Want er is helemaal niemand die reageert in de buurt. En ik werd eigenlijk pas vanochtend, eigenlijk net pas werd ik opgeattendeerd dat het dus een plofkraak was. Maar ik wist het dus echt niet. Het was dus heel stil is het verlopen op de een of andere manier. Bent u enorm geschrokken vannacht? Nee, helemaal niet. Ik ben er niet wakker van geworden? Nee, ik heb niets gehoord. Nee. Zitten al je ruiten er nog in? Mijn ruiten zitten er wel in, maar ik sliep met open ramen en ik voelde een ongelooflijke druk in huis. Dus bij mij gelukkig wel, maar het is echt... Ik zie nu de ravage eigenlijk pas. Ik heb het helemaal niet doorgehad dat het zo erg was. Nee, want als je om je heen kijkt, zijn er zoveel ruiten in woningen gesneuveld. Gelooflijk, ja. Je gaat de ochtend in en je bent bezig met je kinderen naar school krijgen en alles. Maar ik zie dit en ik kan mijn ogen niet geloven. Ik heb precies Jezus Christus. Maar ja, het is wat ik zeg. Het eerste waar ik aan dacht was aan een... aan een aanslag. Ja. Tegenwoordig is de plofkraak populairder in Amsterdam. Dan de aanslag. Laten we daar maar op houden. Vind ik eigenlijk beter. Maar zolang er niemand gewond raakt dan. Hè. Dus, Ze zeggen wel eens, de een zijn dood is de ander zijn brood. Ja, klopt. Hebben jullie druk vandaag? Jazeker. De hele straat ligt eruit. Ja. Ongelooflijk, hè? Ongelooflijk, ja. Wat een klap, hè? Hoeveel ruiten moeten jullie vervangen, denk je? Ik weet niet. Dit is nummer 6. En er blijven mensen komen, dus we zien het. Werk ze. Dank je.